allemaal. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag maandag 20 juli en ik ben helemaal klaar voor vandaag. Mijn hele outfit is weer zoals de eerste vlog van Coolcat. De broek, dit leger blouseje en dit zwarte vest. Ik ben echt dol op dit zwarte vest, ik zweer. Okay. Mijn bed heb ik opgemaakt en mijn laptop doet het alweer niet. Maar dat helpt me er niet van, want ik ga vandaag naar Rotterdam met Jamira, Kiara en Debbie. En dan gaan we lekker rondlopen volgens mij in Rotterdam. En dan gaan we daarna een hapje eten bij Happy Italy. Ja, ik weet niet wat ik moet vertellen aan jullie. Oh, ik weet niet. Oké, okay. Ik heb nog steeds die koekjes en ik heb nog niet ontbeten. Dus dat ga ik ook heel even doen. Ik neem deze... een zakje baby dingetjes mee, want dan kan ik dat opeten als ik bijvoorbeeld honger heb of zo. Dan kan ik dit even snel naar binnen werken en ik heb er nog één, dus misschien haal ik bij Xenos nog wel van twee van die zakken. Moet nog even kijken hoe ik dat ga doen. In september ga ik trouwens naar Duinruil met vrienden, een weekend. Dat wordt ook leuk en dan ga ik natuurlijk ook voor jullie vloggen. Dus ja, ik ben niet zo tevreden met dit hier. Mijn kast en die kleding daarvoor. Dus let daar alsjeblieft niet op te zetten. Sorry. En morgen komt Cindy. Dus ik moet het vanavond allemaal even opruimen. Cleanen en zo. En ja, ik zie jullie zo weer. Dus tot zo. Ik zit dus nu in de HEMA. En ik zit met Jamira hier en met Kiara. We hebben net een ijskoffie op en een lekker broodje. Ik ben nog bezig. Ja, we moeten haar dus geen koffie meer geven als we dat weekendje weggaan, want anders wordt ze dronken. Ja, van koffie word je dronken. Ja, goed idee, Jay. Top. Wat de hel. Wat de hel. Nou, we gaan zo lekker eten bij Happy Italy. Met de moustaches. En kijk, het is zo net. Maar goed, Kiara zit me heel hard uit te lachen. Hallo, zeg eens hoi. Hoi. En ik weet niet wat ik moet vertellen aan jullie. Dus ik zie je zo weer. Zijn ze nu in de markthal aan het lopen? Kijk, dit is de markthal. Daar. En hier kan je alleen maar lekker eten. En ik ben nog steeds met dit meisje hier, Jamira. En met Kiara. En... Het ruikt hier zo lekker. Hè? Ja, hè? Ja. Het ruikt hier echt zo ontzettend lekker. En we gaan lopen nu langs 115. En hier kan je Amerikaans eten volgens mij. En ja. En ze hebben hier allemaal super lekkere dingetjes. En... Wat je meer? Dit is een juice bar. Words of drinks. Dit hier. En ik loop volgens mij heel erg hard. Wat zei je? That's true. We zijn nu in een alcoholwinkel. Shit hier. En Jamira ziet weer drank. Mijn favoriet. Nou en. Oké, als jullie mochten kiezen, welke drankje zouden jullie nemen? Zeg maar allemaal. Hugo. Mijn moeder is ook helemaal verslaafd aan Hugo. Weet je waar ik verslaafd aan ben? Dit is mijn favoriete drankje. Hey. Chills. Weet je waar ik verslaafd aan ben? Nou. Samen. Oh my god, ik had het kunnen weten. Ik had het kunnen weten. We zijn hierbij. Oh, Jamir, Kiara, boven hebben ze ook nog, hè? Ja, nou in. Nou, ik heb het ballen. Zo, ik begin hoofdpijn te krijgen. We gaan nu weer de markthal uit. Dit lijkt me ook lekker. Of we gaan kijken. Kijk hoe mooi. Heb jij nog wat te zeggen, Meer? Ja, nee. Ze hebben niks meer te zeggen, guys. Kijk hoe leuk dat eruit ziet. Staat het ding op scherp? Ja! Ja! Kijk, hier kan je koffie halen en bloemen en shit. Dus ik zie jullie zo wel even waar we zijn. We zijn nu bij een heel leuk restaurant. Happy Italy. En we zitten nu aan het drinken.
sowieso van onze pizza. De pizza's zijn er. Ik heb pizza margarita. Ja, ik heb ook een pizza margarita. Wat heb jij? Een pasta met champignons en roomsaus. En dit gaan we lekker opeten. Dus tot zo. Kijk. Nou, we hebben dus net lekker gegeten bij Happy Italy. En we lopen nu naar daar of zo, waar we de trein daar moeten pakken. Waar we de trein moeten pakken. We hebben echt lol om de domste dingen, ik zweer. En ja, wat zijn jullie plannen voor vandaag? En wat zijn jullie? Ik heb nog een idee. Wat? Kijk hoe het gewoon koud vond. Lol. L-O-L, lol. L-U-L. Die komt uit je lapje. Jongens, ik heb zo een. Lapjes. Krengereng, krengereng, krengereng. Staat zo op. Jij kan mij verleiden. Leiden. Leiden, echt niet zien hoor. Doei. Oh, dat is best zwaar. Nou, we lopen nu langs de Het GE Coffee. En ik zie jullie zo weer, want kijk dit. Nou, ik zie jullie zo weer, dus tot chillen. Zo. Auw. Hey, bij mij, wist je dat nog? Lekker aan het chillen. En ik zit nog steeds met Kiara hier en met en Jamira hier. Ze heeft net een Snapchat gemaakt. Bij mij dan, toen in de trein. En het is super lekker weer in Rotterdam. Mannetjes, euro's, wees. Lekker aan het chillen, auw. Ze kijkt deze 3000ste filmpje. Kijk. Kijk. Dus tot zo. Lekker aan het chillen, auw. Lekker aan het chillen, auw. Hij is zo fucking droog. Lekker aan het chillen. En ja, we hebben lekker gegeten net. En het was leuk. En we gaan zo meteen lekker naar huis. Nee. Jamir. We gaan niet naar huis. Ik ben aan het we vroegen. Gaan nog niet naar huis. Nog lang niet, we gaan nog niet naar huis. Want mijn moeder die is thuis. Is waar, is waar. Is waar. Is waar. Oh joh. En kijk mijn schoenen. Zijn lelijk. Echt hè. Tada, 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 tada. Wie gaan we verleiden? Mijzelf. Dat is gewoon iemand. Dat is gewoon ook. Jij zat ook. Dit is niemand. Ik dacht, joh, het is niet allemaal. Dus, we tot zo. We hebben de kaart gered voor de trein en we hebben hem gehaald. En ja, ik heb nog steeds die pizza van Happy Italy. Maar geen reclame, maar ga daar zeker even eten. Want super lekker. Koop. Kiara zit nog steeds hier bij mij. Ik en Jamira is misselijk. Het ziet ook wit uit. Ja, het ziet echt wit uit. Ja, het was een super leuke dag. En we hebben veel gedaan, veel geshopt. Ik niet, ik heb helemaal niks gekocht. Ik heb echt een leuk shirtje, mag ik wel snel? Ja, tuurlijk. In mijn vlog komt die. Ja, Jamira gaat nu de shirtje laten zien. Dit shirt, zo'n shirtje heeft Monica Geuze ook namelijk. Ja, daarom heb ik hem ook gekocht. En we hadden het over Monica. En wat staat erop? Santa Monica. Oh, ja. En wat heb jij allemaal gekocht? Laat even zien dan. We zijn toch bezig met een shopblog in de train. Ja. En deze hebben jullie er nog bij. Tally Valley gekocht. Ik heb ook een cadeautje voor een sissusje. En ik heb een boek gekocht. Die fucking 20 euro was, maar goed. Nee, je mag niet zo. Een heel grafje. I love you. Piep, piep. Ja, zo piep. Zo, ik heb echt warm. En we rijden nu zeg maar hier, we rijden Rotterdam uit. En ja, oh, het is echt. Zie je, het zweet op mijn kop. Hoofd. Hoofd. Oké, okay, nee, gewoon. Je zit bij mij hier volgens mij. Ja. Zo, moet je dat zo dichtbij filmen? En ja, nou nee hoor. Maar ik zie jullie zo weer. Ik ga eventjes weer lekker chillen met Kiara en Jamir. En ik zie jullie zo weer. Dus zo. Nou, ik ben dus thuis. Het is nu 53 over 9. Het is bijna 10 uur. En ik ben thuis. En mijn voeten zijn echt dood. Gewoon dood. Ik heb een glas drinkje ingeschonken. Want ik heb het warm. En ja, ik ga zo meteen de vlog editen. Zie, want daar heb ik morgen geen tijd meer voor. Omdat ik morgen de hele dag weg ben.
in Zoetermeer met Cindy. Want we gaan morgen even naar Primark om hopelijk een trolley te scoren. Zie, die ik mee kan nemen. Want ik ga binnenkort op vakantie. Dat ga ik namelijk ook vastleggen. Alleen die vlog komt dan wat later online. Maar ja, dat zullen jullie wel zien in de loop van de week. Omdat ik natuurlijk op vakantie ga. Ik ga binnenkort naar Antwerpen. En ik ga binnenkort in september naar Duinruil. En weekend. Dus daar moet ik wel even een koffertje voor hebben om alles in te doen. Bij vakantie neem ik dan die trolley mee en neem ik gewoon nog twee of een tas mee. En ik heb er super zin in. Zie? Dus ik ga nu even editen, de video editen. En dan hopelijk ja, gelijk inplannen, uploaden en inplannen voor volgende week. Dus dat is weer chill. Als je deze wilt zien, heb ik hem. Zien jullie hem nu? Dus dan heb ik hem een week geleden geüpload. Voor de mensen die het nog niet wisten, ik vlog zeg maar 2 weken vooruit. Vanaf nu. Nee, ik vlog geen 2 weken vooruit. Ik vlog een week vooruit. Dus wat jullie nu zien, is een week geleden opgenomen. Wat ik ook al in de eerste vlog zei. Want anders kom ik gewoon in. Dan heb ik nog speling met de vlogs. En wat jullie ook is opgevallen is dat de vlogs niet meer om 6 uur 's ochtends komen, maar om 4 uur. Omdat ik dan wat, stel er gaat wat mis, dat ik dan niet zeg maar daarvoor vroeg op moet staan. Om 5 uur om het snel even te fixen. Dus daarom doe ik pas om 4 uur in plaats van 6 uur 's ochtends. Dus dan weet hij dat ook weer. Ja, morgen dus een drukke dag met Cindy. In Zoetermeer. En dan zie ik jullie morgen weer. Dus tot morgen. Doei doei. Wat moet ik zeggen in je vlog? Hoi vlog. Hoi. Ik ben Sanne. Hey. Doei.